En die had ook op het laatste moment afgesloten. Nee, je moet hier blijven. En toen wilde niks morgens gaan. Nee, een dorp blijven. Zo'n mooi hok voor jullie gemaakt. En alsnog willen jullie eruit. Hallo. Ik moest. No, no. Nee, maar ik denk, als jij die reis hebt en je belt Eurocross, dat zij gewoon alles regelen ook met het ziekenhuis. Alles wat we nu gedaan hebben. Ik wil lekker bij jou zitten. Want dan ga jij Eurocross doen. Nou. En die zegt dan, oh, waar bent u? Ga je lief gedragen? Ik denk het niet. En mama, als hij dus zo erg blaft, kan je hem gewoon aan de riem doen, hè? Dag Momo. Haar snowboard weg, dat betekent niet. Oh jongens, ik moet nog heel mijn koffer doen. Shizzle, mijn nizzle. Ik heb te weinig tijd. Ik moet even beginnen. Het is nu 8:30. 9 uur of zo. 9 uur of zo. En we moeten morgen om 4 uur. Weg. Weg, dus eerder, nog eerder ons bed uit. Jongens, doei, ik ga mijn koffer in elkaar laten halen. Dus jij alles even naar beneden tilt, dan film ik alles, ja? Ik Oh god, gaat Alice rijden, jongens? Ja. Oh. Ja, maar we moeten wel het vliegtuig halen, schat. Ja. Ja, Alice rijdt wel door. Oké, zo. Ik blijf hier. Blazes. The proof of the cold. Nu werkt het niet meer. Ik kan wel zien dat Nederland vakantie heeft, jongens. Vorige keer was het een stuk minder druk. Nou ja. Inderdaad. Ja, klopt. Dit zijn gewoon andere. Dit is, ik zie het niet. Is dit? Rotterdam. Ja. Zijn we dan aangekomen? En hoe vind je dit nou? Een Oostenrijk met sneeuw. Prachtig. Raar om te zien, hè? En hoe is het om terug te zijn, schatje? Ja, wel lekker eigenlijk. Wel apart. Heel veel dingen zijn anders. We waren bij Spar helemaal veranderd. Huisberg is helemaal rustig gewoon. Gewoon geen leraren meer. Ja. Het voelt wel een soort van thuis of zo. Heel grappig. Heel apart. Heel leuk om dit aan Alice te showen. En jou te showen. Laat ik ben er ook bij, hoor. Als je er niet bij bent. Ik sta erachter, hè. Ja, maar dat weet ze de kijkers niet. Jongens, ik ga mijn plastic eraf halen. Oh, uitpak in die handel. Ja. Ik ben in de lift. Laatste momento. Je stik is heel moeilijk afgepeuterd. Moet je feun hebben. Echt? Ja. Oh. Zo jongens, we hebben echt zo een geluk nu. Het is fucking witte wonderland, jongens. Holy shit. Nou, mevrouw Alice Duncan Jacobs. Hoe ervaart u heel veel sneeuw in plaats van geen sneeuw? Te gek. Te gek? Ja. Dat is echt positief. En hoe is je bord, liefie? Helemaal crazy. Ja, zo flexibel. De sneeuw is heerlijk. Nieuw bord. Is even wennen, maar ook heel sick. En heerlijk. Ik ga het echt wel helemaal vinden met deze papi. Daar komt Alice. Die heb ik op. Die heb jij op. Eindelijk een nieuwe bril. Helemaal blij mee. Zit die op Alice koppie? Anders kan ik de diepte niet zien. Ik zie gewoon diepte met dit, hoor. Maar... Ik niet, ik ben een sukkel.
Hey! Vertel even hoe hyped je bent na vandaag. Eerste dag snowboarden. Ik vind het heel gemakkelijk voor je de camera te gaan. Heel gemakkelijk. Sorry, wat je net tegen mij zei, ik wil je ook hier zetten. Dat ik het super leuk vind. Ik vind het echt heel gemakkelijk. Ja. En omdat jij het begint te begrijpen, heb ik voor jou een cadeautje klaar laten zetten. Ja, shotjes. Ik hou dit vast met mijn kin, voor de mensen die het niet zien. Ruik. Mm. Deze is lekker hoor. Nou. Cheers. Maar deze is heel lekker. Die is goor, hè? Ik wist het. Oh. Kijk, dat is lekkerder wakker worden. Natuurlijk waait het ding. Of in te klimmen is ook lekker wakker worden, maar dan kijk je wel tegen gras en modder aan. Het is 7 uur in de ochtend. We hebben 11 uur lang geslapen. Nou ja. We hebben koffers en zo nog helemaal niet uitgepakt. We zijn gisteren thuisgekomen en we zijn eigenlijk gelijk gaan tukken. Doe je er goed voor gezorgd? Een wijntje en dat uitzicht achter jou. Wijntje? Ontbijtje. Oh, ontbijtje. Dat is een wijntje. Een heel hele wijn. Ja, je weet maar nooit. Misschien is het wel super lekker. Hoe heb je geslapen, liefje? Ik heb lang geslapen. Ik wil zeggen lekker, maar omdat ik dus wakker ben geworden, een paar keer op mijn rug, was wat minder. Maar al met al lang en zo kun je geslapen. Uit het andere wakker werd. Omdat mijn rug pijn deed. Maar we gaan wel lekker snowboarden zo. Hè? Gaan we wel lekker snowboarden zo. Kijk. Voor mij. Het is lekker pistetje om te oefenen dit. Gewoon lekker vlak. Mooi tussen de boompjes. Zonnetje komt door. Ook wel. Het is toch niet te geloven, Alice? Heetje meneetje. Hootje patootje. Dansje in je blootje. Huh? Niks. Het lijkt een beetje op Teletubby. Ik? Ja, de paarse Teletubby. Ja, nou, de lila. Je bent een nieuwe, ja, zo helemaal. Een tv'tje op. Klein doop tv'tje op je borst. Pirouetje. Goed gegessen, has dat gesmeckt? Ja. Kijk eens wat een sneeuw, jongens. Zie je het wel op de film? Ja, is het wel. Wee. Kijk eens, ik zet gewoon mijn bord neer. Naast de tweeling, het is een twin-twin. Een twin-twin, Piggy. Jalen heeft gewoon hetzelfde bord gehuurd. Hoe fucking toevallig. Aie. Jongens, het sneeuwt echt. Tering hard. Maandag is woensdag en zon. Maandag is, ja precies.
Eerst die verse sneeuw nu en dan de zon erop. Lekker man. Lekker gek. Oké. Okay. Ja, je bent er klaar mee al, hè? Laat geen op wintersport en hij zit je te zeuren dat er geen sneeuw is. Nee, ik zeur niet, maar... Zij zeurt de hele dag. Elke keer is er wat. Dan heeft ze weer koude kont. Dan heeft ze weer hoofdpijn. Ja, dan heeft ze weer spierpijn. Als je koude kont, dat betekent iets anders. Hè? Dat betekent dat je de billen even warm moet maken. Is dat zo? Oh. Denk ik. Ja, dat heb ik dus helemaal verkeerd. Dat heb ik helemaal verkeerd begrepen. Ik dacht dat het echt kwam door die ijsplaat op je billen. Dat is wat voor mij. Alice. Alice. Oh, daar ben je. Alleen mijn twins hier ook. Daar de drieling. Hier de tweeling. Nee. Ja hoor jongens. Daar is hij dan. De lang verwachte zon. Na alle mist en sneeuw. Is hij dan eindelijk aangekomen. Hierdoor. Kom hierdoor. Deze lift naar boven. Wat je wil. Wil je nog een afdaling doen? Of wil je naar de... Dan gaan we nog snowboarden. Ja. Ben jij nog down om te boarden? Ja, toch nog eentje nu met de zon. Ja hoor. Waar is de baby afdaling? Als het dit weer is, ik ga sowieso, ook al was het mist, dan blijf ik gewoon tot 4. Ik ga alles uithalen wat erin zit. Je moet wel weten. Ja. Wanneer heb jij per ongeluk een frontflip gedaan? Dan bleef mijn bord achter het tak hangen. Ik doe vloep. Alles rond, dat lende ik op een frontflip. Fucking rimpel. Dik. Mooie ijsperels. Gaat die, Alice? Ja. Alice, een klein beetje door de poeder. Waar moet ik precies heen? Links, we moeten links aanhouden bij die oranje paal. Uh-oh. Poeder. Mooie shot is dit wel, man. Die bergen op de achtergrond. Jammer dat jij zo lelijk bent. Nee, nou, gaat je. Zo, kom heen. Kijk naar jezelf. Nee, zie ik niks. Nou, je ziet jezelf nu ook niet. Je ziet de achterkant van ons. Oeh, scherp. Lekker. Pizzatje, burgertje. Imsje Nodolf, jawohl. Gekko. Denk je altijd nog een haar? Nee, Malik. Nee, maar het niet lachen. Niet lachen. Is niet om te lachen. Vader Prim. Prim, man. Oké. Ga. Ga. Ik ben onderweg. Het ligt op snelheid, hè. Ik ga niet zo snel, hè. Duk. Morgen, hè. Goedemorgen. Housberg. 9:30. Skiles. Hij had skiles gegeven, zegt hij. Ja, hij wel. Ja. Hij heeft nog geen skis. Hij is zo hard. Hele goede morgen, lieve mensjes. Heet? Heet. We hebben gehaast. Vanmorgen om 8:00 kunnen ontbijten. En om 8:30 gaat de bus. Dus het is net kilometer. Maar we hebben nu nog 2 minuten. Dus we hopen hem te redden. Dus zijn we als bijna een van de eerste op de fucking piste, jongens. Ik heb dus al 2 dagen deze op.
de doorzichtige, maar ik wil gewoon die zwarte, want het is een fucking vet. Denk ik. En nu is het nog steeds mistig. We gaan gewoon proberen wat het zit met die zwarte. Klik. Toen wel kijken waar hem inklikt natuurlijk. Lastig nog, maar je moet even handen gaan. Kan ik het doen? Nee. Ja. Doe jij maar. Er is hier echt geen hand van over. Ik heb nog nooit zo'n mist ermee gemaakt. Allemaal. Het is dat ik weet waar we heen moeten. Godverdikkie. Wat jij wil! Moet je een beetje van dit en een beetje van dit en dan zo samen in je mond. Ik wel wat goed hoor. Zeker, heel lekker. Hey. Oh my god. Gaat ie. Yo. Ze hebben helemaal opgedutte de putten te kutten flutten. Lekker. Praat tegen de camera. Jij bent even iets eerder naar huis gegaan, iets eerder gestopt met boren vandaag. Ja. Nou weer lekker opgefripst. Lekker gedoucht, een tukje gedaan, kleintje. Ja. Totdat jij mijn tukje kwam verstoren met aankloppen. Ja. Wist niet waar het vandaan kwam. Zoek bij andere deur, hè? Ja, buiten deur, heel raar. Ja. Ik ben ook allemaal lekker opgefripst. Ik heb ook nooit nep haar in mijn haar gehad, zelfs. Ik heb één keer, oh, ik heb zo gedaan. Ik heb ook een beste vriendin die vindt make-up ook helemaal geweldig. Yeah. Yay!
Nou, dit is je vierde dag in dit gebied. De eerste keer dat je het ziet. Heel mooi. Heel mooi, hè? Deze waar wij geen kusje hebben gekregen. Ja, vroeger. Dat denk ik voor mijn ouders. Toen we klein waren. Toen we elkaar nog niet kenden. Nee, precies. Inderdaad. Zijn we vroeg of zijn we vroeg? Vet vroeg. Best wel vroeg, hè? 8:10. Ja, snelle Jelle ontbeten. En want het begint als een uur open. En nu ook wel als eerste bij de volgende zijn. Dat is een vet geprepareerde poesjes. Vet geprepareerde poesjes. Daar is Alice, jongens. Achter die skier. Ja hoor. Daar komt ze aangevaren. Hallo. Kijk in je skitrek. Nee joh. Ik ga vandaag echt 40 ga ik. Ik zei vanmorgen in de lift 40 ga je echt wel aantikken. Wat zei je toen? Alleen. Dan was ik alleen maar tjoet. Komt alleen maar omdat ik paar moet maken om omhoog te gaan. Anders zou ik het ook niet zo doen. Ja, ik vind het heel knap van je. 43. Nou, mijn max is nu 66. Dus ik heb aardig in de buurt. Nou, dat is een hele elektrische fiets sneller, hè? Wat was dat nou weer? Nee, ik ging helemaal mis. Zonder daar en het was even wat steiler dan ik dacht. Niet gevallen. Ja, very smart. You're good, bro. You're good. Maar als Alice zo... als zij zo bij de... als zij zo gaat drinken. Ja.
Dan kunnen we wel even kijken of we naar de top en daar even kunnen kijken hoe de pistes daar zijn. Of we daar een record kunnen zetten. Ja, dat denk ik wel. Peren. Hey. Ik zeg het doen. Ja. Hé, hey, jongens, ik zie de maan, hè? Nee. Hoeveel was het? Ik sta nog steeds op 90,9. En hij, zijn GPS stond uit. Lekker behulpzaam. Kan je blazen? Ja, zie je links? Ja, toch? Wat zijn we aan het doen? We gaan zo snel omhoog gelukkig naar beneden zien te komen. Zo snel mogelijk naar beneden zien te komen, ja. Ja, dat is wel lekker. Ik denk dat we net hoe lang over die piste hadden gedaan? 2 minuten? 2 minuten max. 2 minuten, ja. Was, van... 3 pistes trouwens. Ja, 3 pistes inderdaad. Dat ging echt hard. Echt leuk. Holy moly. Holy moly. Holy moly. Waar ben jij daar uitgesprongen hier dan? Verderop. Bij dat punt daar zo meteen? Nee, dat is nog verder. Volgens mij. 3 palen verder zoiets. Maar dat is maar 3 meter hoog of zo. 2 meter. Dat is toch hoog? Soms spring je hoger dan dat is, ik weet het niet. Ja. Soms heb je zo'n heuveltje. En dan, weet je wel, dan zie je, gaat hij net een beetje zo. En dan weet je niet precies wat er achter is. Maar ja, dan weet je gewoon wel dat er geen hobbeltjes zijn of zo waar je inlandt. En als je hem dan omhoog trekt, volgens mij spring je echt gewoon 3-4 meter verder, ouwe. Sowieso wel, ja. Minimaal wel. Dat is fucking sick, ouwe. Hier is echt niks meer aan, toch? Huh? Dit is zo helemaal kapot geschiet en snowboard, man. Ja, bij de, over 2 palen, daar zijn we eruit gesprongen. Oh ja, ja, dat is inderdaad het laagste stukje. Ja. Ik ben dus in de veronderstelling dat dit de beste plek is om boven die 90,9 die ik nu heb staan te komen. Gewoon hier erin duiken. Dus dat gaan we proberen. See you later. Of niet. 85. Jubbes, 85. Oké. Okay. Net niet, maar je zit wel boven die 80 dat je had. 80. Dus mijn veronderstelling klopt wel een klein beetje. Je kan hier daadwerkelijk goed erin. Blazen. Absoluut, alleen de kloteheuveltjes. Ja, precies. Als die heuveltjes dus laten, of er gewoon niet zijn, dan kan je veel eerder gewoon vol speed gewoon. En gewoon minder remmen. Ja. Nu moet je echt af en toe bochten gaan maken, waardoor je al afremt weer. Klopt. Om die heuvels te blijven. En hier is het ook fucking mistig, dus hier gaan we het sowieso niet meer redden. Sowieso niet. Nee. Oké, okay. Mikey, wat gaan we doen? Ik ga eens laten zien dat ik mijn cord verbroken heb. 124, lekker man. Ja, deze is dus net. Dit is een screenshotje. Ik heb het overheen geplakt. We hebben de 90 helemaal niet verbroken, maar ik ga alles wijs maken van wel. Ik ben benieuwd naar de reactie. Denk je dat ze het gelooft? Ja? Dat is wel. Ik denk het wel. Het ziet er wel realistisch uit. Dus. Ja. Ziek van. Ja. 124. Kijk, hè? Hij staat voor echt. Pak je hem rol bij je. Gekko! Je hele hoofd staat in de fik. What the fuck? Dit niet. Je hele hoofd staat in de fik! Je hele hoofd staat in de fik! Dit is geen camping! Nee! Overal waar wij komen, alles vliegt in de brand. Alles wat je kan. Waar doe je mooi voor? Waar doe je mooi voor? Voor mezelf. De allerlaatste dag vandaag, mensen. Allerlaatste dag. Jee.
is helemaal niet leuk. Helemaal geen jee. Ah, fuck. Ik dacht de deur stond open. Jouw lievelingspiste dit, hè? Babypiste. De meest vlakke piste van het hele kabouterdorp. Wat zei je? De meest vlakke piste van het hele kabouterdorp. Nou, het begin is helemaal niet heel vlak. Nee, het begin niet, maar zo meteen wel, hè? Ja. We kunnen ook helemaal naar beneden. Dan loopt bijna omhoog. Nee hoor. Ik zit je maar te dolle. Te veel gezopen, hè? Komt allemaal door jou. Komt allemaal door mij. Slechte invloed. Ga maar gelijk door. Ga maar gelijk door. Ga maar gelijk door, wou ik zeggen, maar. Dan heb je nog die vaart, toch? Dat is een soort van of piste gewoon dit, toch? Waar zitten we dan? Nee, we zitten vast in de lift. Oh, het piept allemaal. Achtung, achtung, eine Durchsage an die Fahrgäste. Aufgrund einer technischen Panne können wir die Seilbahn derzeit nicht in Betrieb nehmen. An der Behebung des Schadens wird gearbeitet. We bidden ze ruhig op de Sitzen te blijven. Dank je. Sorry. We moeten zitten blijven, niet eruit mogen springen. Oh, godver. Nou, we zitten wel op eerste rang. Maar jezus, wat kut. Ja, we kunnen eruit springen, want het is niet. Ja. Maar ik ga het niet doen. Ik wel. Nee. Waag het. Mike! We gaan weer. Welke dag is het? 10 jaar later. Gaan we wel langzaam, hè? Ja, ik denk dat het echt handmatig is. Ja, denk het ook. Ik denk dat ze met z'n drieën dat moeten trekken. Dat denk ik ook. Dat kan toch niet? Hoezo niet? We zijn wel verder. We stonden daar zo vast, daar bij die gele paal, oranje paal. Ja. En nu zijn we al hier. Nou ja. Het was een kwartiertje, 10 minuutjes, het was nog wat te doen. We made it! Almost! Helemaal kapot. Ik kan het op. Oké, we zijn weer op het punt waar ik hopelijk mijn snelheidsrecord ga verbreken. Ja, ja. We moeten de 100 gewoon aantikken. Of in ieder geval sneller dan 90,9 km per uur. Dan kom ik hier. Ik ga proberen harder dan 90. Daar komt ie. Ah, alsjeblieft, doe voorzichtig. Jezus. Moment van de waarheid. Doodeng. Hè? Doodeng. Dat je dat deed. Ik ben benieuwd of ik... Ik denk dat ik wel over de 90 ben gegaan. Ja? Ja. Oké. Okay. Let's see. Daar komt ie. Kijken. Oh. Oh. En... Het is... Kut. 80. Jezus. Dacht ik al. Ik dacht dat ik veel harder ging. Nee. What a pity. Moest je iets eerder, moest je recht. Maar dat is best wel lastig. Nog een keer proberen.
Zwarte piste. Alice. Pochjes maken. Ze dacht, ik ga alleen maar roetje naar beneden. Dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Ik doe het gewoon netjes met de bocht, weet je. Hoeveelste keer is dit nou dat we dat ding gezien hebben dan? Vierde keer vandaag? Ja, vandaag. Jawel, vandaag echt vierde keer of zo. Echt? Ja. Heffie, waar gaat hij heen dan? Hij gaat naar Jellon. Maar het valt me nog mee. Niet gaat hij naar Jellon? En dan gaat hij niet naar de piste, maar gaat hij gewoon naar Panorama omdat hij te veel gedronken heeft. Op dat huis landt hij. Oh nee, daarachter. Ziek. Ja, en daarom ben ik zo bang. Dat jij die rugbescherming niet omdeed. Ajo. Ajo. Ik heb toch gewoon een helm op. Ja, dat vond ik wel fijn dat je überhaupt een helm hebt. Ja. Nog steeds kan ik het niet prettig. Dat was het. Dit was de laatste afdaling dit jaar. Ja, het was heel bijzonder. Ik weet het wel, maar het is ook wel tijd, want het wordt nu toch helemaal groen. Ik heb bizar, heel snel gaat nu die steen filmen de achterkant. Oh, wat mooi. Ik kan niet zo goed zien. Maar het gaat echt snel, want het smelt hè. Echt snel. Ik blijf nog steeds altijd genieten van deze view, jongens. Je zou maar wonen, hè? Je zou er maar wonen! Potverdorie! Ben je bijna klaar? Ja. Dan kunnen we gaan naar de abbeski. We hebben de tasje ingepakt. Lekker. Ja toch? Ze zijn ingepakt. Waar is mijn zonnebril? De koffers, die heb ik hier in de tasje. Zeker, want jij kan niet zoveel met je handjes. Er zit allemaal verf op gesmeerd. Alsjeblieft. Dan gaan we nu naar de après-ski. Half uur later gedaan, gepland. Jij wil ook mijn naam misschien doen en zo. En mijn staart in. Ah, oh, ik wil een boekje laten, maar lukt niet. Oké, let's go dan. Alice, nog één keer afzien in de après-ski. Kan ik iets alleen mijn rode neus showen? Fucking Rudolf hier zo met mijn verbrande Edde. Nou ja, Edde, het is alleen mijn neusje. Lekker. Oh, kijk eens, zonnetje. Nog steeds smakelijk. Ben je blij met je schnitzel? Ja. Ja, eindelijk weer schnitzel. Ja, dat is niet zo. Varkentjes, hè? Lekker? Kokante kraap pizza. Oh, pizza. Doe tussen je benen dan. Delivery boys. Ja, die pizza zo tussen je benen hoor. Dat was fucking vet. Nog een keer. Wow! Holy shit, hey yo! Ik stel heel de pizza van de pizza deliver die girl. Moet de pizza wel goed afleveren? Moet de pizza goed afleveren, ja. Ik heb last van mijn nek. Of is dat niet wat ik moest zeggen? Nee, dat is niet wat ik moest zeggen. Oh, we gaan naar huis. En ik heb last van mijn nek. Echt vervelend hoor. Gaan we weer naar huis toe? Ja. Ik wil nog niet. Schnitzel eten en worstjes eten. Schnitzels en worstjes.
allerlaatste Oostenrijkse lekkernij. Honing. Holy moly moly floly. Een broodje met de schnitzel en een pretzel met salami en allemaal andere dingen. Groentes erop gegooid met kaas erbij. Ze hebben geen... Ook deze vakantie weer is Alice haar honingverslaving dramatisch toegenomen. Schiet op, je bent de allerlaatste. Kom. Doei Oostenrijk. Doei doei. Zijn we weer terug in de Nederlandje, jongens. Ja, lekker hoor. Eindhoven, dus we moeten nog eerst nog helemaal naar huis. Met de Trina. Dus onze trip is nog niet helemaal afgelopen. We zijn nog wel even bezig. Maar, het is wel het einde van de video. Later.